toneelstuk en het gaat over een Deense prins. Shakespeare, liefde en drama. Aan Shakespeare, ik denk aan oud en ik denk aan romantiek. En als ik aan Hamlet denk, dan denk ik aan Shakespeare, Romeo en Julia en aan Londen. En als ik aan Hamlet denk, denk ik aan een boek. Waarschijnlijk ook aan iets saais en aan iets ouds. Klassiek, Shakespeare en toneelspelers. En ik weet niet wie Hamlet is. Aardig, sportief en hij neemt wel initiatieven. En oud, toneel en script. Ja, een toneelstuk, ja, Shakespeare en droevig. Shakespeare. Toneel, dans, wel na een toneelstuk van Hamlet, omdat het me wel leuk lijkt. Het lijkt me niet leuk om na een toneelstuk van Hamlet te gaan, omdat het een beetje oud is. Ik zou wel naar die voorstelling willen gaan, want ik vind Shakespeare leuk. Als er een jeugdstuk van gemaakt zou worden, zeg maar, dan zou ik er niet, denk ik, waarschijnlijk niet naartoe gaan, omdat dat me heel raar lijkt. Hamlet in een jeugdvoorstelling. Ik zou wel naar een voorstelling van Hamlet willen gaan, omdat het iets lijkt me gewoon leuk om dat te zien, om dat toch een beetje het verhaal te kennen. Ik zou er ook niet naartoe gaan, omdat het misschien wel te stoffig is. Ik ga nu 10 dingen opnoemen die met Hamlet te maken hebben. Shakespeare, een kat, geloof ik. Toneelstukken. En het verhaal Hamlet gaat over een koning en daar komt allemaal liefde omheen en dat is heel veel spektakel en het is ook wel heel erg triest en het is een drama en een comedy. Het is eigenlijk een beetje een mix van alles, ongeveer. Romantisch, drama en gekke boel. Okay. Nee, ik denk dat het over een man gaat. Met een baard. Ik weet niet, ik heb een man met een baard.